En in het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor de komende algemene, vrije en geheime verkiezingen is het hebben van een correct adres erg belangrijk. De verkiezingswerkgroep Straatnaamborden en Huizennummering is 3 maanden geleden gestart met een project om de straten van Suriname zoveel mogelijk te voorzien van straatnaamborden. Dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken in een persbericht. Het hoofd van de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, Kisor Maharajin, is tevens coördinator van de werkgroep Straatnaamborden en Huizennummering. Een adres bestaat meestal uit een straatnaam en een huisnummer. Met dit project willen wij de straten van Suriname zoveel mogelijk van straatnaamborden voorzien en de huizennummering zodanig ordenen dat adressen gemakkelijk vastgesteld en gevonden kunnen worden, zegt Maharajin. Momenteel zijn we bezig met de oriëntatiewerkzaamheden van bestaande straatnamen. Hierbij wordt nagegaan waar de straatnaamborden en palen geplaatst, vervangen of hersteld moeten worden, zegt hij. De districten Koroni, Saramaka, Wanika, Komowijnen, Para en Paramaribo Noordoost zijn reeds afgehandeld. Momenteel worden de resorten Tamenga, Weg naar Zee en Paramaribo Zuidwest aangedaan.